Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is letterlijk 7:30. En ik ga dus mijn spiraal eruit laten halen nu. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik had Kilea spiraal, dat is zeg maar met tussenhormonen. En de reden dat ik eruit ga laten halen is omdat zeg maar ik ben heel erg gevoelig voor infecties. En elke spiraal geeft zeg maar een beetje koper af. Dus ik had echt om de 2 maanden infecties. Ik ben elke keer 10 dagen ongesteld. Ik heb heel veel kramp als ik ongesteld word. Ja, dat eigenlijk. En dus elke 2 maanden infecties. En gewoon heel erg last hebben van stemmingswisseling waar ik ongesteld word. Dus ja, voor mij werkt de spiraal niet. En ik heb hem al 1,5 jaar en een heel luizig uit is. Dus dat ga ik zo meteen doen. En ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam dan weer gaat reageren. Maar ja, ik kijk ook wel weer naar uit dat het gewoon lekker reis is. Lekker afscheid van nemen. Oké, nou ik heb nu even klaargemaakt. En ik ga later vertellen hoe het was. Maar dit is mijn outfit. Ik heb deze broek aan van Samsung. En dan dit shirt ook van Samsung. Dat was van Kos. En we gaan. Ja, wacht. Zonder. Ja, hij is mooi, hè? Ja, heel erg. Er is 27, er is 26. En baggy daar. Amazing, thank you. Oh, dat is echt zielig. Oké, ik ben nu bij Blue Tomato. Dat is een soort skaterwinkel. Ik dacht dus dit shirt voor Ken. Oké, kijk, dit is het. En dit is dus de achterkant. Oké, nou ik ben nu alweer thuis en ik ga nu. Ken heeft zijn shirt aan. Naar zijn achterkant zien. Nee. Kijk hoe leuk. Ja. Ben je blij mee? Ja. En ja, ik heb niet echt meer tijd om te praten. Mijn shirt was vies, dus ik heb toch maar weer de topje aan gedaan met die blouse. Smeerpijp. Oké, en nu moet ik heel snel door. Hi! Oké, nou ik ben weer met de schat. Oh. Sorry. En ze heeft dezelfde top aan. Oh ja. En dat vond ze helemaal kut. Ja. Hij is per ongeluk gegaan, maar ik heb wel andere broek, schoenen en tas. Maar het maakt ook niet uit. Weet je, niet iedereen heeft meer dan 1 topjes. Ja, en ik was net verkondigd als zo'n oude taart. Ja, oh my god, ja. Yeah. Oké. Letterlijk, wij stonden in de winkel. Hanne ging wijn halen. En we moesten al zijn die laten zien. En de meisje zegt tegen Hanna, nou jouw ID hoef ik niet. En tegen mij zegt ze, jammer wel. Ja. En ik heb niet eens make-up op. Eerlijk. Nee. Je ging ook gelijk jezelf een soort van tegen mij zeggen van, ja eerlijk, jij lijkt ouder dan ik. Ja, maar jij hebt make-up op en ik niet. En maar dan ik zie er gewoon jammer uit. Ja, blijkbaar. Maar normaal gesproken zou je denken dat iemand die dat... Dus, dit is dus niet lullig, maar ik heb echt bijna nooit make-up op en jij altijd. En dan zou je normaal denken... Maar zelfs dan zie ik er nog jongen. Ja, nou ja, dat vind ik dus vrij schandalig. Maar blijkbaar heb ik een zieke rimpelkop of zo. Nee joh, dat was een grapje. Dat meisje sporten gewoon niet helemaal. Hoe gaat het? Het was bijna mijn fles wijn kapot. Oh nee, ja. Nou, we zijn nu op het volgende terras beland bij... Bamba. Bamba. En we hebben dus dit. Dit ziet er zo lekker uit. Holy shit. En nog een flesje kava, want... Ik heb een scriptie gehaald, hè? Je hebt een scriptie gehaald? Oké. Ik heb echt zo'n drukke dag gehad. Holy shit. Ik loop nu naar huis. Mijn haar is ook helemaal uitgezwakt. Ik weet niet, als je krullen hebt, dan begrijp je het wel. Dat... 'S ochtends zit het top. En dan... Aan het einde van de dag zit het gewoon uitgezakt. Maar goed, ik ga rennen. Ik wilde jullie nog even bijkletsen, dus ik dacht, ik pak toch nog heel veel de mobiel erbij. Heel veel de camera, want ik heb natuurlijk vanochtend mijn spiraal eruit gehaald. En... Eigenlijk was het best wel prima. Het was gewoon
Het deed even pijn, weet je wel, niet echt, ja, wat is pijn? Oké, je ziet me bijna niet meer, maar kijk, ik zei ook wat is pijn. Ja, het was even gevoelig, maar het is niet zeg maar zo heftig als, als erin laten zitten, dat doet meer pijn. En ik vind het ook wel echt heel erg. Wacht, ik ga even mijn sleutel pakken, ik ben thuis. Oké, je ziet me bijna niet, maar het is in ieder geval korte pijn. Het is zeg maar niet echt dat je denkt van, oh, het is wel altijd pijn, maar wel even oké. Okay. Weet je wel, als je ook vraagt van hoe lang duurt het? Oké, het duurt zo lang, dan kan je ook inschatten hoe lang het pijn doet. Dus ja, dat is gewoon prima. Oké, nou het is weet ik veel laat en ik heb een nieuw vriend, Ryan. Zo kut, het regent dus, ik ben ook helemaal nat. Hoor je die muziek? Vreemd, ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Maar goed, ik heb heel de dag gewerkt en nu weer naar huis. Ik zou eigenlijk vanochtend gaan sporten, maar ik werd wakker en ik was toch gewoon een beetje brak na gisteren. En ik had ook zoiets van, ik moet echt even rusten. Want ik heb echt heel druk gehad de afgelopen tijd. Dus ik ben gewoon lekker met de kleding op vinden te gaan zetten en gewoon rustig aangedaan vanochtend. Dat was wel echt heel fijn. En nu ga ik naar huis. Morgenochtend heb ik dus een sollicitatie. Ik ga er niet heel veel over vertellen, maar ik vertel het allemaal wel als alles een beetje achter de rug is, gewoon over een tijdje. En daarna moet ik gewoon weer werken. Ik zit even te denken wat ik verder nog heb. Oh ja, gewoon morgen altijd wat drankjes doen. Eigenlijk gewoon heel chill, maar ja, oh, die persoon keek toch aan het vloggen. Oh, dat was awkward. Oké, ik ga nu naar huis. Niet heel veel melk. Ik drink heel veel water. Ik heb al 2 liter op vandaag. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel? Veel, ja, ik ben een beetje vettig op mijn hoofd. Beetje vet hoofd. Ik heb net gekookt. Shakshaku. Dus ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. Shakshuka. Kijk, dit is het dus. Nou, ik ben heel benieuwd. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben nu even aan het klaarmaken. Want ik ga dus zo naar mijn sollicitatie. Ik voel me dus af of dit een beetje een normaal outfitje is. Maar op zich denk ik het wel. Het is gewoon lekker weer, dus why not? En ja, ik wil echt even weer sporten, maar het wordt denk ik het weekend weer. En, nee, ik dacht ook dat mijn haar meer krulde, maar het valt mee. Oké. Het is echt zeg maar zo kut, want ik ben dus vannacht helemaal lek gestoken. Het doet dus ook echt pijn, jongen. Zoveel jeuk. En nu eigenlijk gewoon heel rustig opgestaan en klaar om te gaan. Ik twijfel alleen een beetje welke laarzen je hebt. Nu dus dit aan. En ik vraag me dus echt af of dit zeg maar kan voor een sollicitatie. Maar ik ga denk ik heel even naar mijn vriendinnen sturen, naar mijn moeder. Want ik weet niet zo goed of het te jeugdig is. Snap je wat ik bedoel? Zomers. Maar ik weet ook wel steeds niet dat ik van deze laarzen eronder vind. Oké, ik raak gewoon even in de stress. Ik weet het gewoon echt even niet. Oké, nou, ik ben nu klaar. En eigenlijk ging het gesprek echt heel erg goed. Ik heb er echt een heel erg goed gevoel ook bij. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb uiteindelijk trouwens deze laarsjes toch aangedaan. Loopt iets minder lekker, maar ik vond dat bruinig of zo. Ja, ik weet niet. Het was net te druk, dus nu dit. Dus ik ben nu eigenlijk aan het wachten op de tram. En dan ga ik naar werk. Maar eigenlijk heb ik er echt oprecht een heel erg goed gevoel over. Dus ja, dat is sowieso heel erg fijn. En nu is het gewoon eventjes afwachten. En de reden dat ik het trouwens gewoon zo openbaar zeg, is omdat ik ook van mijn werk heb gesproken. Dat ik op zoek ben naar een andere baan. En om toch weer terug te gaan de zorg in. Omdat ik gewoon best wel heb gemerkt dat ik dat gewoon mis. En ja, weet je, toen ik zeg maar floor manager was bij Fabienne Chico, vond ik dat echt heel erg leuk. Maar ja, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik geen floor manager wil zijn.
En ja, weet je, stylist is leuk, maar ik heb ook gewoon gestudeerd en het is niet zeg maar waar mijn passie ligt, waarvan ik zeg oké, dit wil ik echt heel mijn leven blijven doen. Dus ik wil gewoon kijken wel hoe ik het weer vind om in de zorg te gaan. Ja, en ook met betrekking op She's Glowing, dat vond ik ook heel erg leuk. Dus daarom denk ik gewoon van ja, weet je, misschien moet ik gewoon weer even voelen hoe het is. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd en ik hou jullie op de hoogte. Nou, ik ben nu hier met muziekje. Kijk hoe knap. En we zitten nu op het terras en we hebben al een kava op. We hebben nu al een pornstar op. Ja, jij kan echt niet. Wat? Jij kan niet tegen pornstar. Nee, jij neemt er gewoon nog een. Pornstar Martini. En nu gaan we nog één rondje doen. Het vriendje van Lene komt ook. Het klinkt echt heel gay. What the fuck? What the fuck? Nou, wij zijn dus nu met de OV-fiets. Yay! Want we gaan naar de Sample Sale. Kijk even mijn fiets. Ik heb echt een confetti-fiets. De laatste twee. De allerlaatste twee, ja. En dit is hoe moe ik ben. Holy shit. Oké, nou wij zijn nu op de Sample Sale. En het is echt één groot chaos. Maar we hebben wel heel hele leuke dingen gezien voor onszelf. Ik zie eruit, jongen. Holy shit. Lekker. Oké, wij zitten nu op de fiets en we hebben net gegeten bij Spaghetteriana. Nee. Spaghetteria. En het was echt super lekker, oprecht. Daar wou ik helemaal niet zoveel kwijt. Wat een gnocchi. Wat een gnocchi. En bruschetta's vorige rest was echt wel lekker, maar we zijn zo moe van de samples. Heel echt holy shit. Maar we hebben wel echt allebei echt mega leuke dingen gescoord. Dus ik zal het thuis even allemaal laten zien, maar het was wel echt chaos. En ik heb liever ook nog net een cadeautje gegeven. Laat je armband zien. Heel cute. Oh nee. Oh. Leuk, heel cute. Oh. En stenen, of course. Ah, mag niet. Echt zo blij mee. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik wil nog heel veel mijn spullen laten zien die ik heb gekocht. Ik zie er trouwens echt niet uit. Een beetje zware ochtend gehad. Maar, even wat positiviteit. Ik heb wat spulletjes dus gisteren meegenomen vanuit FC. Want ik kon mocht dus zeg maar een budget kregen, omdat ik daar gewerkt had. Dus ik heb deze gekocht voor mijn moeder als cadeautje. Het is gewoon zo'n portemonneetje. Nou, ik had dus nog 20 euro over, blijkbaar. Dus ik heb deze meegenomen, maar ja, ik gebruik geen portemonnees. Of mijn moeder neemt deze, of ik ga hem aan iemand anders geven. En deze voor mijn stiefmoeder. Oeh! En ik heb dus deze tas. Het is echt leer. En dan, ik weet niet hoe dit heet. Koeienvacht of zo. En hij is echt heel mooi. Hij is ook heel groot van binnen. Echt... Heel leuk, ja. Jij vindt dat niks in het vachtje. Nee. Maar de kleur is heel vet. Wat ik dus ook heb gekocht, dit was zeg maar een productiefout, maar ik heb de fout nog niet ontdekt eigenlijk. Zo moet ik daar eens ook. Ik heb ook eigenlijk helemaal niet goed gekeken. Ik dacht gewoon, oeh, leuk. Nee. Ja. Ik sta. Kijk, ik zie het helemaal niet. Ik heb hem ook aangehaald, maar... Nou, we zien het niet. Deze blouse. Echt super mooi. Kijk eventjes die details. Zijn het die mouwen allebei? Andere kleur. Die bloemen. Links en rechts boven. Ja, maar dat zou op zich niet erg moeten zijn. Nee, maar de rest allemaal hetzelfde, toch? Als je kijkt, kijk maar ook naar de onderste mouw. Welke kleur bedoel je dan? Oh, het lijkt me. Welke kleur? Het is geen andere kleur. Ik zoek de verschillen. Het leek zo net. Oh, ik denk dat het gewoon gevouwen zat. Ja. Ja.
Ik zie echt niet wat de fout hierin is. Is het iets met die kralen misschien? Ik ga denk ik wel vandaag misschien wel aan doen op werk. En ik heb twee broeken. Een blauwe en een witte, maar die ga ik nu even aan doen. Dat kan ik even laten zien. Oké, dit is dus de eerste broek. Nou ja, nu heb ik geen schoenen aan. Dus normaal zou die een beetje... Het is nu een beetje lang, maar wel ook heel leuk. Wat vindt de jury? Ja. Leuk? Goed, zeker van de achterkant. Nou, mooi. Oké, en dit is dus de tweede broek. En deze hebben we dus nu ook in de collectie. Maar altijd staat bij mij, zeg maar, die achterkant open. En hier, hij sluit gewoon voor het eerst gewoon helemaal aan. Dus deze is ook heel leuk. Ze zijn allebei trouwens de modellen Eva van Fabienne Chapeau, Eva White Leg. Zijn echt heel lekker. Maar hier is iets minder stretch in of zo. Ik weet het niet precies, maar... Nee. En schijnt hij door? Nee, hè? Dus ja, dat zijn mijn aanwinsten. Ik heb er nu graag... Wat? Oh ja, dit zie je. Gewoon wit onder. Ja. Ja, dus ik gewoon wit of geen onderbroek. Nee, grapje. Oké, en dit is dan zeg maar met de blouse erbij. En ik zie dus nog steeds niet wat... Ik zou echt niet weten wat de productiefout is. Maar... Ik zou het echt niet weten wat het is. Oké, nou, ik ben klaar. Dit is de outfit geworden. En ik heb dus nog een blouse die ik net liet zien. Die doe ik op werk aan. Want ik wil eigenlijk nu gewoon met de shirts. Ik heb mijn ketting weer om. Ik heb mijn haar niet gedaan. En ik heb dus mijn nieuwe tas om. Hij is zo leuk. Echt. Oh, I love it. En mijn nieuwe broek aan heb ik ook. Dus dit is de outfit. En nu ga ik. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij gaan lekker naar het strand. We hebben nu allemaal spulletjes gepakt. Zo, maar. Nee, ik zie er ook niet uit, maar... Kijk over jezelf, hè? Ik zou eigenlijk gaan sporten vanochtend, maar ik weet niet, deze week heb ik er gewoon... echt geen zin in. Dus ik ga ook gewoon niet. Ik heb de afgelopen twee weken gewoon niet goed gedaan. En dan zeg maar, nou, deze week gewoon wel weer. Maar ik heb morgen 10 jaar. Dus vandaag gaan we lekker chillen. En dan vanavond uit eten. Morgen gaan we dus 10 jaar. Ja, dat was mijn verhaal. Misschien ga ik morgen wel sporten, maar ik moet gewoon even kijken hoe ik wakker word. Maar vandaag had ik gewoon zoiets van, ik wil gewoon echt even... Lekker even niet. Ik heb ook gisteren wel gegaan in de ochtend. Heb ik 2 oefeningen gedaan en ik heb daar letterlijk spierpijn van. Waarschijnlijk omdat mijn lichaam weer moet wennen. Dit is mijn piek. Oh, ik heb alleen echt mijn benen niet geschoren. Aardig poten van je. Zie je het echt heel erg? Ben je bang? Nee. Ik ga het niet nu nog schenen. Dus. Pech. Weg is pech. Doei. Oh, komt hij aan met wat lekkers. Oeh, Despo. We zijn weer klaar van het strand. Ja. En het was vandaag veteranendag, dus... Ja, vertel wat meer over hem. Ja, allemaal veteranen. Nee, het is een soort van de dag volgens mij dat voor veteranen wordt gevierd. Maar eigenlijk hebben we er helemaal niks van meegekregen, behalve dat we moesten omlopen van het strand naar huis. En nu gaan we lekker borrelen, veel belangrijker. Nou, we zijn inmiddels alweer thuis. En ik lig gewoon nu lekker in de tuin. Of op een balkon. En dus lekker aan barbecuen. En ik ben met B&B voor liefde aan het kijken. Lekker chill.
Hoe lang hebben wij? Hè? Hoe lang hebben wij? 10 jaar. Nou, het is inmiddels zondag. En Ken en ik hebben echt een heel erg leuk feestje gisteren met z'n tweeën gehad. We gingen echt pas om 5 uur slapen. Dus ik lig weer precies dezelfde plek als gisteren. Lekker op de bank. We hebben nu dit helemaal zo chill gedaan. En nu gaan we gewoon lekker nog chillen. Ik heb zo lang al geen chilldag gehad. Dus dit voelt ook wel echt eventjes lekker. En ik ga ook gewoon lekker de vlog afsluiten. Dus dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En de duimpjes omhoog te doen. En ik zie jullie volgende week weer.